Het is dinsdag, 6 mei. Dit is Barend en Van Dorp. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom rond de klok van 22:30. Iedere werkdag zijn wij er. En altijd rechts van mij, mijn beste vriend Frits, je nieuws graag. Henk, zaterdag 9 februari 2002, het was de dag van het interview van Pim Fortuyn met de Volkskrant. En 's avonds zat hij thuis bij Kai van der Linden, want Leefbaar Nederland zegde het vertrouwen in Pim Fortuyn op. Vanavond op de Tros een prachtige documentaire erover. Die heette De Nacht van Pim Fortuyn, vanavond om 7 uur. En er zat een fragment in, ja, waar ik zo geïntegreerd naar gekeken heb, dat we gaan even kijken. Maar mensen, het is 11:55. Niet in Nederland, maar in Europa. En wilt u dat? Ik sta voor dit land. Wat hier 5, 6 eeuwen is opgebouwd. We hebben godverdomme hier gewoon een vijfde kolonne. Laat ik nu maar alles zeggen. Een vijfde kolonne. En van mensen die dat land naar de verdommenis willen brengen. Ja, maar Pim, daar ben ik... En daar ga ik niet voor. En ik zeg, u mag hier blijven, maar u past u aan. En ik moet daar horen, Allah is groot. Ik ben een vies varken. U bent een christenhond. Dat zeggen zij. En u vindt het goed. En ik ben heel beheerst tot nu toe geweest. Ik heb het nooit herhaald. Maar u laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is een zat. Cessa. Daar sta ik voor. En als ik dat anders moet verwoorden, prima. Maar het gaat om uw kinderen, om uw kleinkinderen. Waar gaat het anders om? Moet ik nou meer hier neerzetten? Ik kan niet anders. En ik doe niet anders. Dan maar ik afgemaakt. Oké, prima. Maar het probleem, meneer, dat blijft. Dat blijft. Mensen hebben er meer dan genoeg van. Godverdomme in mijn stad. Marokkaanse jongens, Turkse jongens. Die niet die Turken, niet die Marokkanen beroven. Maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie, wat doen ze? Godverdomme, niks. Die zeggen, als je dat zegt, discrimineert u. En dat verwoord ik van het Nederlandse volk. En ik sta ervoor. Ik sta ervoor. Mag het niet? Oké. Ik respecteer je. Zeg dat. Ja, deze opname waren thuis bij Kai van der Linden. En ik was eigenlijk perplex toen ik het zag. Nou, waar Firouz Zerouel was, dat was duidelijk. Firouz, jij was op 6 mei, 6 minuten over 6, was jij aanwezig bij de moord. Je was daar op het parkeerterrein. Je bent Tweede Kamerlid geworden voor de LPF daarna. Je hebt je niet meer herkiesbaar laten stellen. We gaan er straks allemaal uitgebreid met je over praten. Eerst, wat is je nieuws van vandaag? Mijn nieuws van de dag komt niet uit de krant. Ik heb mijn eigen nieuws. Ik kwam vandaag tot het besef van, we zijn nu een jaar later, dat ik eigenlijk toch wel vind dat Hans Smolders toch wel een hele held is. Dat hij Volkert gepakt heeft. Want stel dat we nu een jaar later nog geen dader gehad hadden, dan zouden we nu geen boek kunnen sluiten. Dan zouden we niet kunnen zeggen van, oké jongens, nu is het een jaar geleden, we gaan verder. Dan was het van, wie zou het gedaan hebben, wat? Dan zou ik als allochtone vrouw die de dader recht in de ogen aangekeken heb moeten zeggen, het was een blanke man. En als die daarna verdwenen was, wie had aan Volkert gedacht? Iemand uit het milieu, linkse hoek? Nee. Dus dat is mijn nieuws van de dag, dat ik daar toch wel heel blij mee ben.